Je moet gewoon zure mat bij de patat. Wat een onzin. Wow. Oké. Gaan we een rondje naar de kamer. Niet buiten. Lieve kids, super tof dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Lovie blijft slapen. Vandaag ga ik slapen bij Ik ben het. Misschien kennen jullie het wel, want ze heeft natuurlijk haar eigen YouTube kanaal Ik ben het. En vandaag ga ik slapen bij Fayen. Laten we kijken of ze thuis is. Zo, kijk. Ja, Fayen woont hier. Oeh, spannend. Oh, ja. Ik ben het! Hallo, Fayen! Mag ik een knuffeltje? Wat zie jij er mooi uit, zeg! Wauw, helemaal gematcht met panterprintje. Wat goed! Mag ik binnenkomen? Ja? Top! Ik kom bij jou slapen, hè? Zie je, dit is mijn koffer. Die heb ik meegenomen. Laat je huis maar eens zien. Oh, een puppy! Mag ik die vaststaan? Mag die aaien? Mag dat? Kom, dan gaan we erheen. Oh, dat vind ik zo leuk. Hondjes. En heeft hij ook een naam? Ja, Bumper. Heet die Bumper? Ach, kijk nou toch. Ja. Hi. Hey. Hi. Ben je op schoot? Ja, kan ik het pakken zo? Ja. Zo, laat eens zien aan de kijkertjes thuis. Kan je gewoon in dat ding? Kijk eens! Dit is Bumper. Oh, Bumper is een beetje druk. Ja. Zet hem gauw weer terug. Je wordt er heel onrustig van, denk ik. Kijk, zie je, in zo'n mandje is die heel fijn. Wat leuk, Bumper. En speel je daar super vaak mee? Ja. Maar weet je wat ik ze vooral leuk vind? Nou? Deze. Wat is dat nou weer? Wat leuk zeg. Oh. Hey, en laat eens even zien met wie jij hier woont. Zijn papa en mama ook thuis? Ja. Kom, laat papa en mama even zien. Dat is ook wel leuk, want we blijven natuurlijk ook een beetje bij papa en mama slapen. Wie is nou jouw papa en wie is nou jouw mama? Papa kunnen we natuurlijk ook kennen van YouTube. Laat eens zien. Hallo. Hey, hallo. Nou, ik ga Laffie een knuffel geven hoor. Nou, wat gezellig jongens. De moeder van Ik ben het en YouTube-papa. Hallo, wat gezellig jongens. Nou. Oh, wat heb jij een coole papa en mama zeg. De kamer laten zien. Gezellig. Hoe mijn koffer al was daarboven. Gaan we ook gelijk mijn kamer laten zien waar ik slaap? Of slaap ik bij jou op de kamer? Ik ben de baby. Oh, waar is jouw kamer van je in? Die kant op. Is die kant op? Maar mag ik dan bij jou slapen? Want ik wil eigenlijk ook wel onder de laag slapen. Ja? Maar weet je wat hier ook mag? Op bed springen. Oeh. Dat mag je gewoon. Hey, Fayen, wat doe je altijd 's avonds? Want ik kom nu bij jullie slapen. Dus ik ga eigenlijk alles hetzelfde doen wat jij normaal gesproken ook 's avonds doet. Gewoon avondeten, tanden poetsen en slapen. Avondeten, tanden poetsen en slapen. Ja. Dus nu gaan we dan avondeten? Oh ja. Nee. Nee. Nog niet. Het is toch nog geen avond? Nee, bijna avond. Dus wat gaan we nu eerst doen? Gaan we knutselen. Ja. Oeh, kom, we gaan knutselen. Superleuk. Hoppakee. Ja. Gaan we knutselen? Ja. Top. Hier zitten. Hoe gezellig. Hier. Met deze beginnen we. Ja, met die beginnen we. Wat is dat precies? Mozaïek met pompons. Kijk, dit kan je dan al helemaal... Oh, de achterkant kan je doen. Oh, nee, ja echt? Nee, je moet de voorkant doen. Kijk, op die stipjes. Oh ja. En dan moet je de ogen opplakken. Ja.
Wat leuk! Zullen we dit gewoon allemaal hier opgooien? Dit zijn Bartopie Pablo en Lofpiet. Zie je dat? Dit is Lofpiet en dit is Bartopie Pablo. Ja. Wat goed. Ik weet wat grappig is. Die dingetjes gooien we op. Ik ga Sinterklaas doen. Of hebben we nog meer keuzes? Ik neem de grote. Ja, de grote? Allebei twee? Hier, kijk. Oh, die wil ik wel. Welke wil jij? Ik neem... deze twee. Die twee? Oké, okay, dat is goed. Maar dan blijft er eentje over. Ja. Die doen we dan samen, oké? Okay? Die doen we dan samen. Gaan ze het allemaal doen. Ja. Oké, okay, nou, ik doe Lofpiet en Bartopie Pablo en Sinterklaas. En... oh, hey, wat is dit? Ja, dat zijn die stickertjes. Top dit. Hoe gaan we dat dan doen? En... oh, we hebben een schaar nodig. Kom, mama, heb je een schaar? Ja hoor, ik heb een schaar. Nou, top. Ik doe gewoon alles van jou zo. Zo. Ah, balletjes. Kijk, balletjes. Volgens mij is dit die plaklaag. Zit die plaklaag? Ja, dan moet je allemaal stukjes eraf knippen en dan heb je allemaal kleine plakketjes. Zo. Oh, je hebt al twee oogjes. Ja, wat doen. Ik nog niet. Dus no. Oh, maar het is toch geen wedstrijd? Nee, het is geen wedstrijd. Maar wie het snelste is, wint. Nee, maar het is toch geen wedstrijd, dus wint. Nee, het is geen, nee, nee. Maar wie het snelste zwingt? Nee! Wel! Wat is goed hier? Moet je nog witte? Ja. Kijk, ik heb gewoon een manier gevonden om mijn dingetje te maken. Ik pak gewoon wat ik wil, zo, met die schaar. En dan, hoep, ga ik het erop plakken. Want mijn handschoenen is super handig, maar ik blijf de hele tijd aan het lijm zitten. Dus dat gaat super goed. Dit ziet er leuk uit! Zo, je bent het ver. Ja, hè? Maar ik moet met het cheer beginnen. Ja, dat was ook geen wedstrijd, hè? Ja, maar dat zeg jij altijd. Maar toen zei jij de hele tijd, wie het snelste klaar is, heeft gewonnen. Ja, dit is ook geen wedstrijd, maar wie het snelste klaar is, heeft gewonnen. En ik ga winnen. Maar, ik ga als een speer. Het is toch geen wedstrijd? Ja, maar ik moet wel twee poppetjes, jij één. Dus, weet je, dat is ook wel... dat is ook niet zo eerlijk. Ja, dus ik moet meer mijn best doen. Ik moet veel meer balletjes doen. Dus ik moet ook sneller zijn dan jij. Maar ik ben al met het jurkje bezig. Ik ook. Ja? Ja. Ik pak die Pablo een jurkje aan. Een shirt bedoel ik. Nee, jij zei jurkje. Ik bedoel een shirt. Goed, kijk eens even aandrukken. Hebben jullie een poesje? Nee, we hebben eigenlijk een hond, maar soms weet hij nog niet zo goed hoe ze moet blaffen. Nee, dus dan gaat ze maar miauwen. Ja, dan moet je gewoon... gewoon, nou dan doe ik maar miauwen. Dan doe ik maar miauwen. Oh, en dan ga je even kijken. Nou, maar weet je, soms als ze piept, geef ik er gewoon geen aandacht. Nee, want dat moet ze gewoon leren. Ja. En hoe lang heb je Bumper al? Dat weet ik niet meer. Ja. 4 weken. 4 weken? Ja. Oh, dat is al een maand. En dan ben je al een beetje aangewend dat je een hondje hebt. Ja, maar soms... weet je wat ik een keer... hoe ik Bumper een keer heb genoemd? Akelig monster! Echt? Wat had hij toen gedaan dan? Dat je hem zo noemde? Toen vrat ze de hele terpentine op. Met de terpentine? Nee, mijn teen! Jouw teen? Ja, toen at ze de hele terpentine op. Toen ging ze bijten. Nee. En dat is helemaal kan ik dan wat? Ja, ik voel inderdaad nu dat er in mijn teen gebeten wordt. Wat gebeurt er? Gek op veters. Oeh, nee, niet bijten, hè? Niet bijten. Even kijken, zo. En van jij, wat is jij nou je lievelingseten? Als jij nou mocht kiezen? Nou, dan was dat snoep. Snoep? Ja. Maar wat voor snoepjes dan? Zure mat, hè? Zure mat, maar dan kreeg je zo'n raar gezicht van. Nee, ik niet. Jij niet. Maar dat wil jij ook. Alleen even aan het begin. Oké, zure matten en wat nog meer? Even denken. Ik bedoel, want je kan niet op zure matten leven. Je kan niet elke avond zure matten eten. Nou, sushi? Sushi? Eigenlijk lust ik dat niet, maar we gaan het gewoon vandaag eten. Gaan we vandaag sushi eten? Ja. Oh, lekker. Maar ik wist het eigenlijk niet. Maar je hebt het wel eens geproefd? Nee. Oh ja. Maar dan lust ik het toch niet. Nou, nee.
dat is niet waar. Als je het nog nooit geproefd hebt, ja, dan lust je het waarschijnlijk wel. Ja, maar ik heb toch zin om het te eten. Gek, hè? Ja. Nou ja, misschien zin om het te proberen. Het ziet er altijd wel lekker uit. Ik heb een hele speciale sushi. Wat voor sushi? Oh. Dat is een verrassing. Oh. Ik heb zo'n vermoeden. Ineens. Ik heb zo'n vermoeden waarom je zin hebt in sushi. Oh, wauw. Ik ben echt bijna klaar. Super cool. Heel erg veel rood. Ja, je hebt veel rood, maar Partype Pablo houdt ook van rood, hè? Oh ja. Dus dat is goed. Bij mij is Partype Pablo alleen paars. Alleen maar paars. Ja, zie je dat paar? Wel een rode broek. Ah? Rode broek en paars shirt? Ja. Ah? Ah? Ah, die heb jij ook. Dus, zusje, maar je lust niet, lust je ook patatjes? Ja, dat is mijn lievelings. Maar oh, toch wel. Heel vroeger vroeger was frikandel echt mijn lievelings, maar nu lust ik frikandel niet meer. Gek, hè? Waarom dan niet? Ik ben die smaak een beetje zat. Oh ja, dat is altijd. Maar ben je niet bang dat je dat straks ook bij de supermatten gaat krijgen? Nee, dat vind ik gewoon voor altijd lekker. Dat vind je voor altijd lekker. Dat is toch snoep. En wat neem je dan nu bij de patatjes dan? Neem je dan nu een kroketje of een kipnugget? Gewoon niks. Gewoon niks. Niks. Dat is wel best. Dat is wel best. Maar een lekker sausje erbij? Nee. Geen mayonaise? Nee. Ketchup? Wist ik niet. Oh ja, gewoon zure matten erbij doen dus. Ja, vind ik lekker. Ja. Maar dat mag nooit. Echt super saai. Dat ik nooit zure matten bij mijn patat mag. Nee, wat stom. Vind ik echt ook een hele stomme regel. Dat vind ik echt. Je moet gewoon zure matten bij de patat. Wat een onzin. Ja. Ik zal straks wat tegen mama zeggen. Maar ik ben echt bijna klaar. Ik denk dat ik eerder klaar ben. Ja, dat denk ik ook. Ik moet er nog twee. Jij? Eww. Moet jij nog twee van die balletjes? Ja. Oh. Nu nog maar één. Nee. Oh, maar het is toch geen wedstrijd? Jawel. Nee, het was geen wedstrijd. Maar wie als eerste eerst wint? Nee, als het geen wedstrijd is, wint er niemand. Jawel, want ik heb nu gewonnen. Niemand heeft er gewonnen. Ja, maar jij wil echt heel veel balletjes. Veel meer dan ik. Ja, dus het is eigenlijk niet eerlijk. Nee, het is eigenlijk niet eerlijk. We hebben gewoon allebei gewonnen. Ik heb hem af. Ik bijna. Ik moet er nog drie. Hij moet alleen nog wel goed droog. Want als je hem nu laat zien, wil de cameraman ook wel even laten zien. Kijk, dit is hem geworden. Love Piet en Pablo. En vind jij zo met Pablo bezig? Maar je hoeft er nog maar drie. Ben je klaar? Nou, nog één bedoel je. Nog eentje. En doe maar. Wat was dat nou? Hoor. Hoor de wind waait, hoor de. Hallo? Oh, ik spreek met sushi. Mag ik even heel veel sushi bestellen, alsjeblieft? Oké. Doei. Wat heb je besteld? Sushi. De lekkerste sushi? Toch wel? Ja. Oeh. Ik heb het eigenlijk niet lust, maar ik heb er toch zin in. Ja. En hoe zou dat nou komen? Sushi nooit gegeten, maar dit is even een bijzondere sushi. Laat het zien aan de kijkjes thuis. Dit is geen echte sushi, dit is snoep sushi. Wat is er eigenlijk met, wat is er nou mee gebeurd joh? Er zit allemaal saus aan de bovenkant, alsof het helemaal, alsof het op zijn kop is gevallen of zo. Zie je dat van hem? Ja. Gek.
Beetje raar. Ik denk dat die gekke ober het heeft laten vallen. Gekke ober? Ja, ik denk dat die ober niet goed wijs is. Nee, dat zou hij toch niet gedaan hebben. YouTube papa ober zeker. YouTube papa ober. Hoop jij papa er eventjes dan? Ja. YouTube papa erbij? Papa! Ik kom. YouTube. Oh, lekker sushi! Nou, dat had ik niet verwacht! Lekker! Oh, jongen! Is dat ook? Nou, natuurlijk lachpiet, ik ben een gek op sushi. Sushi papa? Oh nee, YouTube papa? Ja! Sushi papa! Sushi mama en YouTube papa! Wow, sashimi! Dat krijgen we toch nooit? Natuurlijk wel! Dit is zo lekker! Want oma komt morgen en die zei... Bewaar maar wat voor. Oma! Ja! Wat heb jij nou? Oma, die bij jou ziet er ook goed uit hoor. Cola matje. Ja, en nog deze. Oh, ja. Eindelijk je zure mat als avondeten. Ja. Wil je er nog frietjes bij? Deze vind ik het lekker. Nee, die vind ik het lekker. Kijk nou naar Love Piet. Sorry hoor. Echt lekker. Maar dit kan echt niet dit. Oh, ik leer mijn dochter leren altijd netjes eten. En kijk nou even, dat is toch niet het goede voor. Nou jongens, echt, ik schaam me voor iedereen. Echt, sorry dat jullie dit allemaal moeten zien. Dat kan niet hoor. Is dat een zeewier? Ja. Zeewier. Zeewier is toch groen? Nee, maar dit is met de gekke sushi hoor. Wat heb je voor mooie ballon daar hangen? Gewoon, dat was nog van K3. Van K3? Ben je daar geweest? Ja. Ja. Ben je fan van K3? Vorige maand hè, zijn we daar geweest. Vorige maand? Ja. Cool. Dan heb je gewoon een ballon. Ja, hij doet het nog steeds. Hij doet het nog steeds. Ik wil hem elke keer bij, daarom blijft hij zo goed. Ja, maar die ballonnen blijven heel lang goed hè? Ik wil me nergens mee bemoeien, maar ik vind wel dat Love Piet alle lekkere eruit vist. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Wel grote stukjes hè? Ja. Want moet je kijken hoe groot dat ding in één keer in je mond. Kijk, 1, 2, 3. En nu het alfabet zeggen. A, B, C, D, E, F, G, H, U, K, L, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, O, B, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, O, B, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, O, B, O, P, Q, Nou, 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 niet. Echt hé. Ik zag maar 5 stukjes rijst uit je mond vliegen. Oh. Dus het valt mee. Kijk, voelde wel of je even inzoomt. Zie je dat? En hier. Maar verder deed ze prima. Nu jij. Papa Jok. Ja, zeg maar, ik kan ook met 2 stukjes hoor. Oh ja, doe jij 2 stukjes? Ja. Nee, grote. Ja, ik wilde zeggen, wel 2 niet grote, die. Nee, California's. En moet het dan in het Engels? In het Russisch. In Spaans natuurlijk. In Spaans, dat weet ik niet. Ja, dat weet ik voor Sinterklaas. Ja. Ja. Lekker Spanish. Dan ga ik, hè, let op. Oké, go for it. Oké, eerst 1 en dan die andere. Spaanse. Nee, niet kou, hè? Nee. Ho, 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 ho. Alfabet. Hup, zingen! Spek is dus niet? Nee, dat zijn andere. Hé, hey, van jou. Jij wil nog mijn koffer kijken, toch? Ja. Nou, zullen we dat eens gaan doen? Ja. Oeh, in de koffer. Ik ga er niet mee. Maar ik ga vanzelf naar boven. Wow, kom. Laat hem. Draag. Super cool. Nee, Nina Zolder, alsjeblieft. Nina Zolder. Ik heb je. Ik knoop ik even vast. Zodat hij niet wegvliegt. Ja, hij zit vast. Ga maar eens even kijken. Wat er in deze koffer zit. Zullen we het op bed doen? Zo. Nou, hij is open. Maak maar open. Komt ie. Oh. Oh. Wat is dat allemaal? Er zit een dingetje in. Er zitten allemaal fanmail in. Kijk eens, heb ik allemaal van kindjes gekregen. Zie je dat? Ja. En dit ook, want dat heb ik altijd bij me. En wat er ook in zit. Kijk eens wat het is. Oh ja, een pyjama. Oh, pyjama! Zullen we onze pyjama's aan gaan doen? Kunnen we een pyjama party doen? Oh ja, en kussengevecht. Oh ja! Ja. Ja, kom, we gaan onze pyjama's aan doen. Wow! Onderbroek? Zeg ja. Nee, ik ga het even doen. Is dat jouw pyjama? Ja. Wat een mooie pyjama. Maar ik moet even nog een kussen pakken. Ja, want we gaan nu een kussengevecht doen. Pyjama party! Boing!
the game on! Oké, 3, 2, 1, go! Oh. Ja, ik ga je pakken! Ja, startje! Wow! Oké, gaan we rondje naar de kamer! Ik ben naar Mexico! En op en neer! Geef me over. Jij wint. Waar is die over? Maar ik weet het niet. Oké. Nou, dat was wel heel leuk, hè? Laat je knuffels eens zien. Wat is dit allemaal? Knuffels tellen? Oké. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tandenpoetsen! Oh, je bent echt een vet groot bad! Niet normaal! Lekker chillen! Dat is inderdaad wel even lekker chillen. Holy moly! Oké! Lekker chillen! Ik denk dat deze voor jou is. Ja. En met deze stappen staan, denk ik. Ja. Toch? Ga je het zelf doen? Ja. Oké. In bad. Dan kan je inderdaad lekker in bad spugen. Oh jee. Maar wel op een pitje dan. Oh ja, precies. Kijk zo. Alsjeblieft. Klaar. Nee. Klaar. Nee. Nog meer. Ik moet ook zo aan de poetsen, dus waar moet ik? Ja. Klaar? Ja, nu ik. Gadver. Wow. Nou, top. Zo, ik heb een boek uit. Tuintjes dicht. Oh, die is dik. Ja, spannend. Niet te spannend, hè? Dat vind ik eng. Ik denk, deze klinkt grappig. De verschrikkelijke schoolmeester. Dat is van de bibliotheek. Oh! Maar deze. Oh, dat klinkt heel verschrikkelijk. Een B-boek. Ja. Oké. Ga je maar voorlezen. Doe het magische rampje. Nee, maar eigenlijk kan dat niet. Wat dan? Want dat is een B-boek. Die kan ik nog niet lezen. Dus die moet ik lezen? Ja. Dekentje. Ik wil wel onder Dylan Hagens natuurlijk. Wacht, ik moet er ook onder. Doe mij er ook maar onder. Ja, en mijn hele hoofd eronder. Hier, met je billen onder Dylan Hagens. Zo echt als een taartje. Ja, en toen? Start in je boek. Probeer maar gewoon. Nee. Oké. Een tijdje terug moest ik voorlezen op een school. Dat doe ik wel vaker. Maar niet dikwijls bij een beroemde schoolmeester. Iedereen die kende hem. Omdat hij alle tv-quizzen over de ruimtevaart had gewonnen. Ik ben het! Ik ben het! Toen kwam de olifant. Ik ben wakker. Oké, ja. Anders gaan we slapen hoor. Oké. De meester werd rood van woede. Hij zag eruit alsof hij bijna uit elkaar ging ploffen. Maar gelukkig ging snel de bel. Het was pauze. Snap jij er wat van? Nee, die meester is echt knettergek. Die is echt super knettergek. Ja, ik denk dat hij wel beter een konijn kon zijn. Ja, zeker weten.
Oké, toen kwam er een olifant met een grote snuit. En die... snotterde alle kinderen vol. Die blaast het verhaaltje uit. Ja, papa moet de rest maar voorlezen, want Lofpiet is niet helemaal eens met dit boek. Nee, ik ook niet. Gek verhaal. Nou, Fionn, ik ben best wel moe van vandaag, hoor. Oké. Zullen we gewoon lekker gaan slapen? Wakker snurken. Oh ja, kom. We gaan gewoon lekker doen, lichtje uit. Doe je dan met me mee, Fionn? Ja. Ja? Oh okay. Ja, weet je nog, net als bij meneer Kaasgaaf. Ja, ik heb het van meneer Kaasgaaf geleerd. Dat klopt, ja. Inderdaad. Nou, daar gaan we. 3, 2, 1. Ik wil lekker slapen. Slaap lekker. Waar is Lofpiet? Waar is Lofpiet? Brief. Lieve Fionn, wat hebben we het leuk gehad. Wat een lekkere sushi was dat. Ik werd vannacht geappt door Pablo. Hij miste mij heel erg. Dus ben ik naar hem toe gegaan. Wees je lief voor papa en mama. We zien elkaar weer snel weer en bij de shows. Natuurlijk, een dikke kus. Lofpiet. Oh, dus daarom was ze dus weg. Tot de volgende keer, Lofpiet. Abonneer je nu op mijn kanaal. Druk op het belletje. Nooit meer een video.